Gaat Bitcoin dumpen of gaan we richting all time high. We gaan het vandaag meemaken. Gisteren in mijn show had ik het namelijk over: we gaan een retest krijgen. Ik neem je snel mee naar de Discord. Want ik vertelde hier gisteren, Bitcoin treedt op de 15 minuten in deze range. We zullen, en ik zei dit gisteren in mijn video. We zullen de bovenkant van de, deze range testen of de diagonale lijn gaan we testen. Als we dumpen, komt dit pas na de rejection van de diagonale resistance. Op de bottom range ga je dus telkens long, en hierboven ga je pas short. En ik laat hier ook zien hoe het precies werkt. En je zal ook zien dat dit precies is uitgekomen. Blijf kijken voor meer Bitcoin updates en voor de altcoins. Yes, we gaan lekker tijgeren op de chart jongens. Ik neem je mee naar Bitcoin. Zoals je net zag, uh, zei ik, ga long op de range low. We gaan hier namelijk een retest vinden. Als we dumpen, zal het zijn op een rejection van deze diagonale lijn. Nou, op het moment dat we deze video maken, zien we dus dat we één rejection hebben gehad. Terug de range in zijn gegaan. Uh, de midrange hebben getest. Uh, en dat we nu... Hier een bounce hebben gehad en weer een rejection zien. Op dit punt kunnen we eigenlijk wel stellen dat we geen all-time high meer gaan zien, maar dat we waarschijnlijk in een grotere, langere correctie gaan komen. Ik herhaal wat ik in de vorige video zei: zolang we treden boven dit level, ben en blijf ik bullish. Wat denk ik dat er kan gebeuren? als we de nieuwe ranges weer even gaan opzetten, trouwens een mooie short. Als je hem hebt genomen, top. Volg mij op Discord, volg ons op Discord als je uh, op de hoogte gehouden wil worden. Want voor nu hebben we drie dagen lang alleen maar goede calls gehad en uh, ja, dat wil je natuurlijk niet missen. De Discord is trouwens gratis, dus uh, ik zou zeggen join. Dit is de range waar we nu naar kijken. Wat we zien is, we hebben hier meerdere keren de top range getest, maar ook twee keer de bottom range. Nou, de regels van range treden zijn dat we minimaal twee keer de top range uh, hebben moeten aangeraakt. En minimaal twee keer de bottom range. Dus we kunnen deze range nu vaststellen. We zien hier, en dit was natuurlijk hier de diagonale lijn, dat we hier rejecten op het mid level. Dus logischerwijs gaan we nu nog één keer hier retesten. Als je deze short hier niet hebt genomen, wacht dan even. Wacht tot we hier zijn en ga eventueel voor een long op het moment dat we hier, net als hier, support zien. Ja, dus heel simpel gezegd, kan jij, hè, totdat de situatie anders blijkt, kan jij deze ranges gaan treden. Nu is het zo dat ondanks Bitcoin rejecten net hier, dat de altcoins wel een grote spurt kregen. Uh, want als we bijvoorbeeld kijken naar een coin als Chili's. Was uitgebroken. Als we kijken naar Manta. Was uitgebroken. Gaan we het zo meteen meer over hebben. Ajos. Uh, uitgebroken. Zoals je ziet pusht deze nog steeds. Dus wat dat betreft zijn we gewoon nog bullish. En is er geen reden tot paniek. Even terug naar Bitcoin. Wanneer is er dus wel paniek? Op het moment dat we deze range breken. Zullen we waarschijnlijk dit krijgen. Hier weer support. En dan zullen we dit zien. En dan zal het een correctie zijn als zoiets. En waar zullen we dan uiteindelijk heen gaan? We zien hier een hele mooie diagonale lijn die we al sinds oktober 2023 respecteren. Dus de correctie zal naar mijn mening als die komt uh, ongeveer, ja niet heel diep zijn, ongeveer 12%. Maar hier zijn we natuurlijk nog lang niet. Wat denk ik dat er eerder gaat gebeuren? Ik denk dat we eerder kijken naar een range trade voor bitcoin als dit. En ondertussen zullen de altcoins keihard gaan pompen. Waarom? Deze lopen gewoon simpelweg nog achter op wat Bitcoin heeft gedaan. Dus als Bitcoin ranges is dat natuurlijk geweldig voor alle altcoins. Had ik ook nog deze chart en dit had ik vorige keer gezegd van kijk, we treden al heel lang in deze range en wat zien we hier? We zien hier een uh, deviation, een afwijking en hier breken we weer uit de range. Wat gebeurde er vorige keer dat we dit hadden toen de boeren begon? We hadden hier een uh, afwijking, hier braken we uit met een kleine verkoop naar onder wat eigenlijk de retest bleek en toen gingen we hier omhoog. Dit zouden dan de all-time highs zijn voor Bitcoin nu uh, met even uh, rejection hier en op het moment dat we daar uitbreken. Nou, dan zie je wat er gebeurt. Gaan we naar nieuwe hoogtes? En voor Bitcoin nu zou dat dus betekenen dat we wellicht boven de 100k eindigen. Heel veel mensen vragen zich af: ja, maar komt er dan niet een correctie dat we iets gaan zien als. Hè, we breken hier naar nou omlaag. En we gaan hierheen. En we komen ergens op deze support uit? Kan, dat kan. Maar dat hangt natuurlijk af van wat er gebeurt op dit support level. Ik denk dat we daar vroeg of laat sowieso heen gaan, eh, mochten de boeren beginnen. Maar als we, um, ja, als we dus zien zeg maar, dat op deze chart, als we hier dus zien dat we hier even naar binnen breken met een soort van fake-out en dan gelijk weer boven breken, boven de channel breken, is de kans groot dat we hierna richting all-time high gaan. Ik denk dat Bitcoin er dus goed uitziet. Er is geen reden tot paniek. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Wanneer de markt dumpt, betekent het niet dat het gelijk over is. Want zoals je ziet... Treden we gewoon in deze range en is er niks aan de hand. Nou, ik denk dat dat het voor Bitcoin is. Volg ons op Discord als jij ja, eigenlijk op de hoogte wil blijven op de korte termijn. He, net als dit vertelde ik namelijk ook gisteren dat je hier short kon gaan. En eventueel ook hier short kon gaan. En dat deze retest aan zat te komen. En ik zei ook, ga hier niet shorten. Want anders was jij die persoon die hier aan het shorten was en hier een stoploss had en dan had je je trade verloren. Dat is gewoon de fout die heel veel mensen maken, want wanneer krijgen we de echte breakout op het moment dat we in die laatste 20, 30% komen van de channel van de range. Goed, dat was het over Bitcoin. Laten we snel verder gaan naar de daily altcoins, want jullie addicts komen daar natuurlijk voor. Laten we even lekker tigeren bij Chili's, want deze kalde ik en ik zei Chili's gaat Vliegen, guys. Chili's gaat vliegen. En wat zien we wat er is gebeurd? Ik zei gisteren, op het moment dat wij blijven treden boven dit level, is er geen reden om te verkopen. Hè? Want we zijn hier uitgebroken, we hebben hier een retest gehad. Als we hier niet onder komen, geen reden om te verkopen. En wat zien we? Boom, push omhoog. En ik verwacht dat Chili's um, als een van de eerste altcoins zeg maar, um, ja, gaat treden. Bullish gaat traden. In ieder geval, ik zal het even netjes maken tot dit level. Dat betekent dat we nog naar een pump kijken van 36% voor chili's. Waarom? Omdat mensen hier vastzitten in hun trades. Dus deze liquiditeit die hier is, die zal opgevuld moeten worden. Dus daarom worden wicks vaker gevuld. Dus de eerste take-profit 1 zien wij hierboven. Nou, dan zei ik ook: Moon River gaat ook pumpen. En dan ga ik even naar een lagere timeframe. En wat zien we? Wat ik ook zei, is: we gaan nog één keer. Je krijgt nog een kans om te kopen voordat we gaan. Geen stress. Je moet even geduld hebben voor Moonriver. Maar wat zullen we gaan zien? Waarschijnlijk dit: een fake-out. En dan een wick. En dan gaan we hier omhoog. Voor Moonriver zie ik een hele, hele, hele goede toekomst op de korte termijn. Moonbeam, ook hetzelfde. Ik zei gisteren: geen reden tot paniek. Als we nog hierboven treden, daarna zou ik verkopen. Zij, ik zei: Dit is uh, eentje waarvan ik verwacht dat hij die, dat die even, even pauze houdt. Je ziet het hier ook: momentum neemt af. Dit flipt zometeen rood. De RSI moet even resetten. Uh, voor zij heb, zie ik dus iets van dit voor. Of eventueel naar de bottom range. En dan heb je dus één en twee kansen om nog te kopen. Geen stress, geen haast met zij. Even kijken: wat gebeurt er met Matic? Nou, hè, wat ik zei: we treden naar de volgende support. In dit geval ja, zou je een soort van hebben kunnen verkocht hier. Uh, maar ik geloof dat ik gisteren zei: geen paniek tot we onder deze Wix komen. Um, nou, dan hebben we Woe. Hier zei ik gisteren: Woe is klaar. We zijn geclosed binnen de uh, channel. Maar zoals we zien, is er niet geclosed binnen de channel. Dus ik moet mijn mening van gisteren toch hervormen. Als deze hier, deze candle vandaag. Boven deze channel closed betekent dat dat we een officiële breakout hebben gehad. En dat we continuation kunnen verwachten van de breakout. Mits Bitcoin dus blijft traden in de range. Nou, een hele mooie waar we ook al een paar dagen over praten is Manta. We hebben deze trade op dit punt genomen. Ik zeg ga long op, uh, op deze support. En gisteren zei ik: Zet je stop los op break even. Dus nu ben je alleen maar profit aan het maken in principe. Je uh, take, yeah, take profit zal hier zijn. Ik zou ook zeggen, als we daar komen, pak ook die take profit. Waarom? Er gaat 100. Nou, niks is 100%, maar de kans is groot dat we hierheen treden en dat we uiteindelijk een soort van rejection gaan zien. En hoe diep die zal gaan, dat weet ik niet. Maar als we doorbreken, dan zullen we hier ja, weer een soort van balzakformatie zien. Of een, een W-formatie. En dan zullen we het uiteindelijk uitbreken. Dus ik zou zeggen, pak je profit hier, koop hem daarna later weer terug. Mocht je graag in manta voor de lange termijn willen zitten. Snack. Nou, ook al wat ik heel, heel lang heb gezegd, koop bij zodra we in de witte box zijn en mochten we verder zakken, koop gewoon weer bij, want je ziet het, dit was jouw kans. Heb je hem gemist? In principe, je kan het alleen spot kopen, dus het is nog steeds een mooie entry, maar natuurlijk heb je de perfecte bodem gemist, maar mochten we nog lager vallen, dan weet je het, kan je hierbij kopen. Algorand Retest op de diagonale support. Niet echt interessant. Ik zou eerder hier voor een short kijken dan voor een long. Caspa, uh, ook nog steeds hetzelfde. Wacht even tot we hier komen, zodat we hè, deze fair value gap aan het uh, hebben gevuld. Pit vindt support hier zou een leuke long opportunity kunnen zijn. Kan je hem treden tot ongeveer 0,66. Ehm. Uh, Side, dus mooie retest. Perfect eigenlijk. Zoals ik ook zei, mochten we uh, hier closen. <coughs> Zoals ik zei, mochten we hier closen, uh, koop hierbij. En anders koop je hierbij. Maar op deze retest is het in principe een mooie long. Stop los, zet je simpelweg hieronder. Nou, injective. Ik zei ook: dit ziet er niet prachtig uit. Er is wel wat support. Maar ik verwacht dat we nog een kans krijgen om het rond de 31, 32 level te koop. Aangezien dit de range low is. Uh, XRP, niks bijzonders, ga ik het ook niet te veel over hebben. Nou, ik zei gisteren voor Filecoin, ik denk dat deze keihard gaat pumpen. Sowieso is het narrative van hè, uh, online uh, GPU's, uh, rendering, uh, cloud computing en dat soort dingen. Ja, dat begint gewoon te groeien en dat zien we ook aan IOS. Dat is namelijk precies hetzelfde. Um, hij heeft ook te maken met AI, hij heeft ook te maken met cloud computing en rendering en dat soort dingen. Um, dus voor Filecoin denk ik dat we zeker een pump gaan krijgen, maar ik zei hier ook: wacht even. Hè? We hebben hier een cup en wacht even op de handle en dan kan je de breakout meetreden en die hele wave meepakken. Uh, are we Even kijken wat zei ik hier al gisteren over. Die heeft gepusht naar resistance. Wacht even met bijkopen op de, uh, he, tot we in, in deze area hier zijn. Of wacht tot we hier uitbreken en hier een retest zien. Ook verder niet veel aan veranderd. Nou, dit is denk ik de meest clean chart die je kan krijgen. Ik um, kan me niet meer zo goed herinneren wat ik hierover zei. Maar volgens mij zei ik: als die uitbreekt, wacht op de retest. En dan gaan we waarschijnlijk uh, uh, ja, naar het volgende level toe. We zijn mooi onderweg. Pak hier je profit. Waarom? Wat gaan we natuurlijk weer zien? Als we doorbreken, zullen we sowieso iets van dit krijgen. Kan je hem hier weer eventueel bijkopen? En dan kan je de breakout gaan treden. Deze chart ziet er echt, echt heel mooi uit. Hou er wel rekening mee. Op de weekly zijn we al ver overkocht. Hè, dat zien we hier ook. Op het moment dat we dit krijgen, zijn we een beetje op de top aan het komen. Dus wat dat betreft, zou ik nu instappen? Nee, zou ik, het, ik zou het liever hier gaan shorten. H-bar, um, wat zei ik gisteren? Even kijken, ja. Op het moment dat we uitbreken en closen boven de range, hè, want we zien hier een hele mooie retest. Kunnen we simpelweg verwachten dat we pushen naar uh, deze zones. Uh, 18 cent. En hier was het 26 cent. Dit ziet er goed uit. Waar ik even op zou wachten: over drie dagen komt een nieuwe wekelijkse candle. Zoals je ziet, bijna alle candles hebben wel een kleine wick hieronder. Voordat ze echt omhoog gaan. Wat ik verwacht is dat we hierboven closen. En dat we daarna hier een klein beetje omlaag pushen. Zodat we die wick maken. En daarna zien we Age bar pushen. Dus ik denk voor de komende weken, mits Bitcoin natuurlijk ranged. Gaan we wel een dikke pump zien. Dus dat betekent een 60% profit. Tegen een 120% profit op take profit 2. Nou hebben we nog Vulcanforged. Zien we hier nog wat interessants. Eigenlijk niet. Um, is dit een goede buy op dit moment. Er is een retest geweest zoals ik gisteren zei. Maar ik zou liever wachten tot we hier nog een poging krijgen om het te kopen. En anders als we de range terug inbreken zou ik op dit punt weer gaan kopen. Nou, dat was het voor vandaag. Dank jullie wel voor het kijken. En ik zie jullie morgen, Basen. Ciao, ciao, ciao.